Hoi, wat leuk dat je weer komt kijken. Jullie hebben me laten weten dat je het spel hot vonden, dus vandaag laat ik jullie dag 2 zien uit het spel Stardew Valley. De dag begint met een brief, zo te zien van de visser, die vraagt of ik even langskom omdat hij iets voor me heeft. De dag begint met het water geven van de plantjes in mijn moestuin. Op het moment heb ik dus alleen nog maar mijn watering can, dus ik zal zelf iedere keer al mijn plantjes water moeten geven, tenzij het regent, want dan worden ze vanzelf wel nat. Dus omdat ik dus straks een grotere moestuin zou willen, dan moet ik dan nadenken hoe ik dat aan ga pakken, want hoe groter mijn moestuin, hoe langer ik dan bezig ben met het water geven. En dan kan ik dus geen andere dingetjes doen in het spel. Op dit moment is de moestuin dus het makkelijkste manier voor mij om aan geld te komen. En met geld, goud in het spel, kan ik dus ook spulletjes kopen, betere equipment. Ik kan een barn er misschien bij kopen, waarbij ik dus dieren kan gaan houden. Misschien kan ik ook wel andere dingetjes erbij kopen. Maar dat moet ik nog even onderzoeken. Waar kan ik dat kopen of laten bouwen en hoeveel kost dat? En hoe groter mijn moestuin, hoe meer ik dus verdien en dus hoe sneller ik dat soort dingen kan bereiken. Maar ja, het betekent ook dat ik dus langer bezig ben. Ben met een speeldag om de plantjes te verzorgen, want dat moet dan wel iedere speldag gebeuren. En ja, er zijn ook andere dingen waar ik natuurlijk achter wil gaan komen en nu nog op onderzoek uit moet gaan. Terwijl ik zo aan het vertellen ben, ben ik een pad aan het vrijmaken van boven naar beneden, want ik zie hier beneden ook een weg. Dus als ik hier een pad vrijmaak, dan kan ik sneller naar beneden om te kijken wat daar te ontdekken valt en wat daar dus te beleven valt. Nou, ik vind het wel genoeg zo voor vandaag. Dus op weg naar boven, mijn spulletjes even wegleggen in de kist en dan even gaan kijken wat er dus nog meer te doen valt in het spel. Tijdens het wegruimen zie ik, kijk, daar krijg ik dus een speciaal soort steen. Nou, daar zit misschien iets in, iets wat waardevol kan zijn, dat weet ik niet. Ik zal daarvoor naar de blacksmith moeten in het dorpje en hem om hulp vragen en hem betalen om de steen voor mij te openen, open te breken, om te kijken wat erin zit. Misschien zit er wel iets bijzonders in wat ik dan kan verkopen voor meer goud. Misschien zit er wel iets in wat ik zelf kan gebruiken. Omdat ik nu ga stoppen met het opruimen hier op mijn veldje en het werken hier op mijn veldje, wordt het tijd om wat plek te maken in mijn inventory. Mijn tas zit behoorlijk vol, er is nog maar weinig plek. Ik ga nu op onderzoek uit en wie weet kom ik van alles tegen, maar dat kan ik dan niet meenemen. En dat zou dan dus wel heel erg zonde zijn. Dus dan nu maar even op weg naar mijn kistje. Mijn spulletjes even bewaren in mijn kistje voor de volgende dag, dat ik ze er weer uit kan halen. En als ik dan nu spulletjes onderweg tegenkom, dan kan ik ze wel dragen. Dus dat is wel heel handig. Ik denk dat het ook handig is om als eerste maar eens te zorgen voor een grotere tas. Dat zal ik waarschijnlijk ergens in het winkeltje kunnen kopen. Maar ja, daar zal ik dus eerst even wat goud voor moeten sparen. Ja, kijk, ik zie een bloemetje. Dat kan ik dus nu mooi meenemen. Ik zie ook een oud vervallen huisje, maar ja, het zit op slot. Jammer. Ik denk dat ik misschien eerst iets anders in het spel moet doen om dit vrij te kunnen spelen. Om te kijken wat ik hier in het huisje kan gaan doen. Nou, waar zal ik dan nu naartoe gaan? Eens even kijken op mijn kaart. Kijken wat er aangegeven staat. Welke plekjes erop staan. Ik zie een bouwplaats. Ja, daar kan ik ook heen gaan kijken wat er voor mij gebouwd kan worden. En hoeveel het kost. En wat ik nog meer aan spulletjes nodig heb, zoals hout en steen. Ja, kijk, hier is de deur dus wel open. Ik kan wel naar binnen gaan. Dat is handig. Nee, winkel gesloten, naar de aerobics club. Wat nou aerobics club? Wil ik komen shoppen? Gaat ze zo naar de aerobics club? Och, nou, dan gaan we verder kijken. Het is dus wel veel lopen in het spel. En tijdens het lopen gaat de tijd ook echt voorbij. Dat zie je dus rechts, rechtsbovenin in de hoek. Daar zie je dus welke dag het is, de hoeveelste het is, welke seizoen het is en... En je ziet dus ook hoe laat het is. En dan zie je dus ook dat van de ene kant van jouw farm, zeg maar, en naar de stad lopen of naar het dorpje lopen, daar gaat dus veel tijd in zitten. Kijk, dit ziet eruit als een plek waar ik terecht kan met mijn gereedschap. Dus eens even kijken wat ik hier dus allemaal kan doen. Ja, ik zie dat ik hier mijn steen kan laten openbreken. Heel handig. Ja,
3 kool. Nou, dat is niet iets wat ik nu zo kan gebruiken, dus verkopen die handel. Dan heb ik even wat extra geld om straks weer wat plantjes erbij te kopen, om mijn moestuin uit te breiden, waar ik dan weer nog langer aan moet werken. Nou, goed, weer verder lopen, op zoek naar de visser, want die had gezegd dat ik langs moet komen. Het zou fijn zijn als ik later in het spel iets van een paard of zo heb, of ja, een andere vervoersmethode waarbij ik van de ene kant van mijn boerderij en naar de andere kant van het dorpje bijvoorbeeld kan komen, zonder dat er zoveel tijd doorheen gaat. Ja, hallo Visser Willy, leuk kennis te maken. Ja, het is inderdaad de quest die ik nog moest doen, hè. Ik moest heel veel mensen kennis maken, dus bij deze. Ik ben benieuwd wat hij voor mij heeft, want hij zei, kom maar langs, ik heb wat voor je. Nou, het zou natuurlijk een vishengel kunnen zijn. Het zou wel heel fijn zijn om zomaar een vishengel te krijgen. Ja, kijk, heel aardig. Ik krijg zijn oude fishing rod, zijn oude vishengel. Nou, dan kan ik dus nu naast het boeren, dus naast mijn plantjes verzorgen, ook nog even lekker gaan vissen. Dat willen jullie denk ik ook wel zien, hè? Hoe het vissen in dit spel gaat. En even een mooi plekje gaan zoeken. Kijken waar ik zou kunnen vissen. Hij zei dat er meerdere plekken in de wereld zijn. Nou, we zijn hier dus mooi bij zee. Dus er zullen hier wel andere vissen te vangen zijn dan bijvoorbeeld bij een rivier of bij een meer. Dus ik ga gewoon maar hier beginnen en aan jullie laten zien. Vissen doe je door met je linkermuisknop ingedrukt te houden om je hengel te werpen. Zoals je al zag, dan moet je de bar eigenlijk helemaal vol laten komen voordat je je muisknop weer loslaat. Nou, dat is me net niet gelukt. Ik heb hem dus te kort vastgehouden. Ja, ik heb beet. Dus nu is het de kunst om het visje binnen te halen. Je ziet dus het groene stukje. Dat moet ik achter het visje zien te houden. Nou, het visje gaat dus steeds omhoog naar beneden. Dus ik moet nu ook iedere keer mijn muis ingedrukt houden. Lang, kort. Om het groene deel achter de vis te houden. Om hem zo te vangen. Een anchovis. Wat leuk. Nou, eerst maar even naar binnen gaan. En kijken wat ik met mijn visje kan. Mijn anchovis. Lekker verkopen. Dat ik er nog een mooi prijsje voor kan krijgen. Nou, zo zie je dus hoe het vissen werkt. Best lastig nog. Want je ziet dus dat mijn groene stukje waarmee ik dus het visje moet vangen nog heel klein is. Dus dat is best moeilijk om dat nu heel goed achter het visje te houden. Hoe meer ik ga vissen, hoe hoger ik in level ga. En hoe groter dan dat groene deel wordt. En dan wordt het dus makkelijker om de vissen te vangen. En ook wat lastige vissen te gaan vangen. Nou goed, ik ga nu gewoon eens even verder kijken. Ondertussen verzamel ik van alles wat ik tegenkom. Ah, kijk, hier valt ook nog een stuk te ontdekken, maar daar kan ik pas komen als ik het gerepareerd heb. 300 stukken hout, zoals ik net las. Nou, dat heb ik nu niet. Ik heb er maar 2 bij me. Ja, als jullie dit spel natuurlijk leuk vinden en nog meer dagen willen zien van het spel, nou, laat me dan weten wat je wilt dat ik ga doen. Je zag al, ik kan een dag vissend doorbrengen. Ik kan het hout gaan hakken om de brug hier te repareren, om te kijken wat voor een stuk ik er nog meer bij krijg. Dus wat dat betreft valt er nog genoeg te doen. Ja, kijk, een uitroepteken. Dat is dus altijd een teken voor een quest. Dus ja, mijn. Je kan dus ook naar de mijnen toe gaan. Nou, dat lijkt me misschien ook wel leuk en spannend om te doen. Hier kan ik nog even wat zaadjes erbij kopen om mijn moestuin mee uit te breiden. Door goed over de planten te gaan met mijn cursor kan ik zien wat de plantjes doen. Wat zijn het voor zaadjes? Maar nog belangrijker, hoeveel dagen moet ik de plantjes verzorgen voordat ze uitkomen? Dus dat is wel heel goed om door te hebben, hoe lang je daarmee bezig bent. En dan koop ik dan natuurlijk nu de zaadjes. Wel, zoals ik dus al ontdekt heb, kan ik dus nu al een paar dingen doen. Sowieso iedere dag mijn plantjes verzorgen. En dan kan ik eigenlijk een keuze maken. Ga ik naar de mijnen? Ga ik vissen? Ga ik verder op onderzoek uit, omdat er misschien nog andere plekjes zijn? Er zijn quests, zagen we dus, wat ik dan kan gaan doen. En dat is dus ook, nou, in dit geval naar de mijnen toe gaan. Dus het hangt ook even een beetje van jullie af. Wat willen jullie zien? Wat vinden jullie leuk om te zien? Misschien zeg je van, nou, ik wil graag voor dag 3 het mijnen zien. Of ik wil juist graag het vissen zien, omdat dat dan zo lastig was. Tijdens het vissen heb je ook niet alleen dat je de visjes krijgt, maar je kan misschien ook wel schatten of ja, rotzooi opvissen. Kan ook allemaal. Laat me maar weten als je het spel nog een keer graag zou willen zien. Dag 3 en misschien dag 4 en 5, dat ik het wat versneld laat zien. Laat me weten wat je wil zien, hoe je het leuk vindt om te zien. Ik heb je nu tot 2 keer toe een volledige dag laten zien.
Wil jij wat meerdere dagen versneld erdoorheen zien, zodat je ook het groeien van de plantjes kan zien? En misschien ook het kopen van andere onderdelen, als ik wat meer goud heb? Laat het me maar weten en dan ga ik even over nadenken hoe ik dat voor jullie het beste in elkaar kan breien. Ook nu is mijn vraag natuurlijk allereerst, vind je het nog steeds hot of zeg je not? Als ik dus weer meer hot zie dan not, dan neem ik dus volgende week weer een filmpje op. En dan ga ik heel goed opletten wat jullie allemaal gezegd hebben. Als de meeste van jullie zeggen van nou een hele visdag of een halve visdag en een mijndag. Nou, wat de meeste stemmen gelden, daar ga ik over nadenken om te bedenken hoe ik dat kan laten zien. Voor nu ga ik gewoon mijn energy hier opmaken door wat te hakken en wat weg te halen. En dan weer in de bak te gooien en te verkopen. En dan is het tijd voor bed en dan ben ik heel benieuwd wat jullie hiervan zullen vinden. Heel leuk dat je weer kwam kijken. Vind ik echt heel leuk. En hopelijk tot de volgende keer.